Goedemiddag of avond. Uh, wij zitten hier met de enige echte en meest befaamde plastisch chirurg van Vlaanderen. En ver daarbuiten iemand minder dan Jeff Goeibergs. Dank hey, je, mag je zeggen. Bastien. Ja, Sebastian, iedereen zegt het maar. We gaan eerst overlopen uh, wie jij bent. En daarmee beginnen we op jouw geboortedatum. Je bent een zomerskind, 20 augustus 61. Voilà. Mag van jouw 52-jarige. Ja. Jonge man, en turnout ben jij geboren. Inderdaad, Turnhout. Herman en Annie, ja. Je ouders. Ja, ze hebben het. allebei uh, uh, een, een andere achtergrond. Je vader werkte in de chemische sector, ja. en je moeder in de kunst. Ze zijn allebei overleden, ze zijn zaliger beiden. Zaliger. Ja. Ja, ja. Maar mijn vader was inderdaad een, een, een wetenschapper, scheikundige. En, en mijn moeder was, was een beetje kunstenaar, hè. Ze, ze gaf daar ook les in. En, en ze gaf les in, 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 in schilderen? In de plastische opvoeding. Ah, ja. en, en ze schilderde natuurlijk zelf, ja. hè. En, en ze, ze was creatief. Ja. Ja. En dan ben je van alles gaan studeren. Hey Jeff, we, we kennen wat je, wat je doet. In 86, en ik het, zeg het zeker als het niet klopt, heb je jouw diploma geneeskunde in Leuven, ja. Leuven behaald. Klopt. In Leuven, van Turnhout naar Leuven, maar je was op kot daar. Je is dan diepe beek gegaan. Toen nog uh, het LUC, de ah, Universiteit toen was het, ja. Hasselt. Voor de eerste drie jaar en dan de, de volgende vier jaar in Leuven. In Leuven. Op kot? Op kot, natuurlijk op En het kotleven kot van Goeibers, hoe zag dat eruit? Uh, ja, in elk geval, ik heb meer mijn kot gezien dan, dan de hoorcolleges. En voor ons mee te doen op uw kot? Wij, wij dronken, wij, Ja, niet alleen op, op kot sliepen we met na, voornamelijk. Ja, ja, ja. Uh, wij dronken een vat per man per week. Uh, ontbijt bestond uit twaalf punten en dat begon ah. om half twaalf. Dat was een apparatief voor het ontbijt, en dan gingen we eten in de, in de, in de, in de Alma of in de, in de studentenkantine. Aan, aan democratische prezen, ja. goed voedsel. Ja. Uh, en dan ging dat zo de, de verdere dag en ja. nacht verder. Dag en nacht, maar dat zijn dan studenten die dan geneeskunde zo studeren. Je zou ja. denken dat dat zeer intelligente mensen zijn, ja. en dat zijn ze waarschijnlijk ook. Ja. maar die zouden dat, Waarom leven zij dan niet gezond? Waarom doen jullie dat? Uh, dat is zeer gezond. Er is niks zo ongezond als de hele dag stilzitten in een muff voorcollege en naar een, na, na, na een autistische professor ja. luisteren. Dat is het maar je moet, uw je moet wel je vak leren. Is nee, dat leer je niet de... op de universiteit. Niet? Nee, dat leer je in café. <laughs> en in de boeken. Maar niet in een oorcollege. Oké, maar, okay, oor okay, maar na, na al die avonturen uh, uh, ben je uiteindelijk ook in Londen terechtgekomen, want daar ben in 94 je in 1994 genezen in de plastische chirurgie geworden. Ja. Dus daar zijn wel een aantal jaren over gegaan. Ja, dat is zeker. Uh, ik, ik had niet, niet, niet precies de gemakkelijkste weg in die zin. Uh, er was een grote beperking in België op het aantal mensen die plastische chirurgie mochten studeren. Dus er werden er maar drie kandidaten in heel België om de twee jaar aangenomen. In, in Londen. Want waar... nee, nee, in België. In België, vandaar dus, dat je naar dus Londen bent. Dus vandaar dat ik zeg, ja, dat, dat, niet alleen daarom hoor. Ik had niet zo'n geweldig hoge pet op van de Belgische opleiding, sowieso toen al niet. Um, en uh, in Londen was het mekka. Het was toen nog het ouderwetse systeem. Uh, je moest eerst uh, Fellow of the Royal College of Surgeons worden. Wat betekende dat je algemeen chirurg moest worden ja. eerst. En daarmee duurde dat wat langer. Wat hier zes jaar duurt, ja, dan, ik, 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 uh, ik was na vier jaar algemeen chirurg. Dat was uitzonderlijk snel. Ik weet nog dat ik voor mijn eindexamen daar mijn, mijn slapen wat grijs geverfd heb. Om, om er wat ouder uit te zien. Want anders zou ik bij die, bij die Engelse diehards niet zo goed zijn nagekomen. Maar goed, dat is allemaal vlot gegaan. En, vlot, of verder is te zeggen, dat is keihard natuurlijk. Wij werden betaald om 104 uur per week te werken, vergeet je niet. Ja. Um, dat, was, uh, dat was zeker, zeker geen vakantiecamp ja. En het leven in Londen voor iemand uit turnout? Um, ja, dat is natuurlijk een grote stad. Uh, nu is het wel zo dat je die opleiding. De, 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 Londen, de General Medical Council van Londen reikt het diploma uit, maar de opleiding is in de National Health Service. En dat is een organisatie op het leger gebaseerd, op de hiërarchie van het leger. Oh, zo. Uh, dus iedereen had daar een graad. En begint daar ook inderdaad als ja. uh, Senior House Officer. Hey, voor, voor je studie ben je house officer, dan word je senior house officer, zo kan je dan daar ook zo, groeten uh, op een bepaalde manier. En, uh, uh, ja, de, nee, de, er zijn natuurlijk omgangsnormen. Ja. Dat is geen twijfel over. Ja, en dat gaat, dat gaat van, van hoe je gekleed zit tot hoe geschreven en met wat vervuld ben en in welke, met welke, 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 welke tip erop. Uh, die, die zijn er zeker. Dat is discipline, zonder enige twijfel. Een zeer intens leven eigenlijk. Ja. Hoe ben je eigenlijk uh, op het idee gekomen van één, ik ga voor geneeskunde en twee, ik ga voor de plastische chirurgie? Ja. Ja, dat zijn eigenlijk uh, toch raar hoe het leven loopt, maar dat zijn, dat zijn geen echte, echte rechtstreekse passies geweest. Um, is het dan het gewoon eerste, gebeurd? Het, het, het eerste was mijn vader. Ik wou eerst bioloog worden. Ik ben een echte bioloog. Het, het leven interesseert me de wetmatigheid in het leven. Ik ben, ik, ik ben op dat moment een echte wetenschapper. En, uh, maar mijn vader zei: Jong, uh, toen, ik, toen ik aan de studiekeuze moest beginnen. Uh, daar ligt de wereld volgeplaveid. Doe iets fatsoenlijks wat je kunt verdienen. Ga geneeskunde doen. Ik heb daar dan wel geteld twee uur over nagedacht. Hm. Ik heb die mensen toch maar. Ik heb de enige keer dat ik mijn vader geluisterd heb. <laughs> en ik heb er nooit spijt van gehad. Um, dus, maar dan word je, je arts en dan sta je daar. En zeker in België. Enfin, tegen, dat, tegen dat je zo begint in te lopen. En stages doen, toen heb ik gezegd: Kijk, ofwel word ik chirurg, ofwel ga ik een frituur open doen. Maar dat heel pille gedraai en dat ge onderzoek en dat huisarts, dat is aan mij echt niet besteed. Ik begin daar, ik beloof u dat ze het mm. nooit aan. Dus ja, dan eerst wou ik nog wat in de, in de fertiliteit en zo doen, dat, dat interesseerde me wel. Maar toen zag ik tijdens mijn stages, in Herentals, uh, collega Cuppens, uh, een ooglid toen en ik ben met haar gaan praten en ik dacht, tja, dat combineert nu alles. Hè. Uh, je wordt continu geconfronteerd. Met elke millimeter van uw werk. Hè. Dat is niet in een buik, zoals een buik een beetje steekenscheef zet, of de darm lijkt bon, dat gaat niemand weten. Hè. Of in de mond, hè, de tandarts. Ja, ja, ja. Niemand ziet wat er in de mond nee, gebeurt. Nee, hè. Nee, nee, nee. Maar met die plasticine, die ziet iedereen elke steek. Ze maar vergrootglas op, ze trekken nu foto's van zichzelf langs alle kanten. Ja, ja, in HD. In, 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 ja, ja, in ja, allerlei ja. posities die je je helemaal niet kunt voorstellen. En dan komen ze af en zo komen u daarmee confronteren. Dus dat vond ik wel goed. En uh, ja, bovendien natuurlijk, je moest dan de opleiding uh, uh, chirurgie doen, en, en dat heeft natuurlijk het grote voordeel dat als je student chirurgie je moet dan alles doen, uh, grote ongevallen, uh, gesprongen levers, gesprongen adieu, uh, en, en dan ook. Je kunt dan s'nachts thuis komen bij je vrouw met bloed op je onderbroek zonder dat ze rare vragen begint te stellen. Ja, ja. Dus dat was een mooi voordeel. Prachtig. En dus, we spoelen dan een beetje vooruit in de tijd. Je bent dan, uh, je hebt dat gestudeerd en dan ga je aan de slag en hier ook in Vlaanderen. En dan begint het hele televisieverhaal. Ja. Want uiteindelijk ben je ook plastisch chirurg, maar in de eerste plaats waarschijnlijk in het, uh, in het uh, opzicht van de meeste mensen een BV. Ja. Op zich is daar helemaal niets mis mee, maar hoe is dat gestart? Ja, ik, ik ben nooit geel geweest op de media, maar zij waren blijkbaar geel op mij op en de reden u. was relatief eenvoudig. Uh, je vindt nergens een arts die gewoon zijn gedachten kon vertellen. Trouwens, er zijn zo, zo, zo weinig artsen die hun gedachten op een rij hebben, dat is heel raar. Dat er nog eens bij maar ik, ik merk dat dus, dat heel veel artsen in de totale verwarring leven. En uh, eigenlijk, eigenlijk niet weten waarmee ze nee. bezig zijn. En wat was uw allereerste televisieperformance? Mijn allereerste? Dat was denk ik iets met goedelen. Ja. Met goedelen Liekens had een of ander. Recht van antwoord? Nee, 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 nee. nee. Daar dat nog was, voor? Nee, dat was daar nog voor. Het was ook een of andere show. En het was iets met uiterlijk. Enfin. En, ze en jij was daar als ervaringsdeskundige. Zoiets. Ja. Voilà, 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 En dat was dan jouw allereerste. En dat was, stap. Mijn, dat was mijn debuut. Jouw debuut, in de start van jouw carrière. En dan heb je verschillende zaken gedaan. En dan is het natuurlijk zeer groot geworden. Want dan zijn, zijn we jou gaan volgen. En jouw uh, praktijk hebben we kennis gemaakt ja. met hoe ja. je, je werkt en met jouw patiënten ja. Ja. en zo. Ja. Ja. Hoe verandert uh, jou dat? Zo in, ja, maar de, in, in de schijnt. Nee, goed veranderd. Niets, helemaal niets. Nee, je, je, Want je kijk, wordt, ik kan ook begrijpen dat er sommige collega's van u dat bijvoorbeeld niet zouden willen, omdat ze voortdurend uh, in de gaten gehouden worden. Ze worden gefilmd, ze worden alles ah, natuurlijk, wordt Ja, natuurlijk, maar dat is ook de reden. Kijk, toen Chris, toen, Chris, toen Chris kok de, de toenmalige de partner van Goede is narecht van antwoord. Kwam, ze waren er allebei van overtuigd dat na de uitzending van Recht van Antwoord, een van de topmomenten van de TV in, 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 in de, in de 20e eeuw, ja. <laughs> uh, uh, waren ze overtuigd dat mijn carrière ten einde was. Omdat je bepaalde Goed, zaken was er, had ja, gezegd. Ik, ik was zo brutaal overgekomen en, de, en dan, er ging geen enkele patiënt die nog zijn hoofd op zijn kop had. Ze dus hadden schrik, schrik en ja, 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 Dus ze hadden geweldig veel compassie met mij. Nu, ik had zelf geen compassie, want de telefoon stond gloeiender dan ooit. <laughs> uh, maar, dus um, uh, Kok Martijn komt af en zegt: nee, Ja, we willen toch, allez, we willen dit goed maken. Ja, je hebt ons zoveel kijkcijfers toch gegeven en zo. En ja, we willen dit goed maken. Wat had je gedacht van een, een serie uh, die dan hè, de naam van uw kliniek zou hebben? Ja, zeg, weet je wat het is? Op één voorwaarde: Ik zeg dat je alles uitzendt en niks in de vuilbak gooit wat essentieel is en, en, en gewoon alles weergeeft zonder daar zonder dat een show van te maken, dat dat realistisch ja. is. Ja. En dat heeft wel voorwaarde. als een bom ingeslagen ja, in ja. die periode. Uh, plastische chirurgie op televisie, ja. hè, bepaalde mensen, vaak ook zeer kleurrijke figuren natuurlijk die aan bod komen, uh, de, ene, de ene al wat frisser dan de andere. Hè. Maar dan moet u natuurlijk, ja, als arts komen zij bij u, dus u moet hen ja, op, 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 een, op een, uh, een goede manier begeleiden. Wat ja. zijn zo de meest uitgesproken figuren zonder hen bij naam te noemen, ja. maar eerder een, een omschrijving, die bij u over de vloer zijn gekomen in die periode. Waarvan ja. u zegt: dan, met u kan ik niets. Ah ja, maar je hebt van, dat, dat gebeurt nog altijd tot op de dag van vandaag. Hè. Ja. Je, je, hebt, je hebt een heel aantal uh, uh, ja, geestestoornissen ja. Die, die toch bij terecht terechtkomen. Zo herinner ik mij goed dat er, uh, als ik dan s'morgens aan de kliniek aankwam, zat er iemand op de stoep, letterlijk met zijn computer. Pas op, wij beginnen om zes uur. Hè. Dus die zat er al van half zes. Uh, en dan bleek die, ja, ik, zei, die ja ik, heb een, ik heb een consult, ja, wanneer, ja, om half negen, ja, ik ben wat vroeg. En die zit er gewoon drie uur, ja, dat ja, ja, het ja, ja. of hij wordt naar de wachtzaal begeleid en zo. En hij uh, komt binnen, dan uiteindelijk, en hij gaat op mijn stoel zitten. Dat is ook een heel. Dus je hebt een bureau ja. met, met een stoel ja. voor de dokter. En nu, nu, nu vergist een patiënt nee. zich nooit nee, welke nee, stoel nee, die nee, voor de dokter is. Want ja, aan de andere kant staan zo'n zo, zo, drie, vier stoelen. En die zijn toch wat kleiner. Omdat ja, ja. Uw stoel, ja. uw stoel ja. dat, dus, mijn werk. Ja. dat is mijn werk. Ja. De, 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 troon, de, de troon van nee, Sinterklaas. Nee. Het is natuurlijk geen echte troon, maar hij is toch wel iets comfortabeler dan een stoeltje. Want je wilt natuurlijk ook niet eens gelijk in McDonald's. Je wilt niet dat mensen dat twee uur Achter zetten, de toog. He. Nee, nee. nee. Ja. En dus die, pers die persoon, die persoon ja. ging op uw stoel ja. zitten. En die ging dus knallen op. Ja, dan al, ja. dat is echt. Ja, niet zicht, laat het is. Manier, dus ik ga Dus ik ga rustig op de andere stoel zitten. Ik laat die maar rustig begaan. Ik vind dat ook wel eens anders om de rollen op te draaien. Ik moet u betalen. Ja. <laughs> dus, ja. dus, um, en het eerste wat hem zegt, zeg ik: Ik ben niet gek. Hè. Ja, ik wist inmiddels ja. al wat beter. Zeg, nee, maar, Wie dat van zichzelf ja. zegt. Ja. <laughs> ja, ik heb niks gezegd. Dan zit hem. Ik vertegenwoordig een. een, 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 een uh, een vereniging met wereldwijd meer dan duizend leden. Wow. En wij zijn uh, species dysmorphobe. Hmm. Aha. Nu, ik had al wel van, uh, van genderdysmorphobe gehoord. Dus dat zijn, dat zijn mannen die denken dat ze in een vrouwenlijf zijn geboren. Of vrouwen die denken dat ze in een mannenlijf. En fijn, dat heeft... De hele transsexualiteit ja, ja, ja. Eh, hangt er dan vast. Hè. Ja. Um, en dit zijn dus mensen die ervan overtuigd zijn dat ze in het lichaam van een verkeerde diersoort zijn geboren. Prachtig. Ja. Dus die en zijn wat was die man, man. De meeste zijn, zijn van de katachtigen, maar dat kunnen leeuwen en tijgers, gewone katten in alle rassen en formaten. Ik zou er wel een Puma kiezen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. dat kan. Uh, zij zijn er ook zeer gedetailleerd ah, in. Ja, hebben ze hebben ook hun leeftijd, hun geslacht. En ze laten foto's dus zien hè, van wat ze eigenlijk zijn. En wat er zijn wel? er ook die reptielen zijn, of, of krokodillen of zo? Dat, maar de, meestal zijn het ja. En hij was dus ook zo'n katachtige. En hij wou snorharen. Snorharen. Daar gingen we misschien mee eens beginnen, snorharen. En, en hij had een hele. En kan u dat doen, snorhaaren? En hij had, hij had. Ja, maar pas op, het waren niet zomaar snorharen. Dus hij had tientallen foto's van hoe het <laughs> zo moest zijn, maar niet helemaal zo. Want pak dan die en allemaal foto's van, van die katten met allemaal. En dus uiteindelijk had ik een heel goed idee van welke snorharen hij nu eigenlijk wou. Maar hij wou dan ook natuurlijk die sneer in zijn lip. Dat moest open zijn. En dan ging hij nog naar de tandarts, ging die van die katten tanden laten maken en zo. En Hoe gaat u daar dan mee om? Alleen op. Uh, u als uh, relatief gezond uh, persoon. Ja, relatief uh, gezond. <laughs> uh, ja, ik wat, heb wat gezegd dat de wetens he? ik ben eerlijk geweest. de wetenschap staat zover nog. We kunnen nog iets <laughs> in dat het lief dag... aangepakt eigenlijk. Want u had brutaal kunnen zijn en van nee, onnodig nee, gek bollet nee, af. Dat is gevaarlijk zelfs. Je ja, ja. moet daar een klein beetje mee uitkijken. Omdat het zijn natuurlijk zwaar gestoorde ja, ja, ja. mensen die kom je wel eens tegen. Nu zijn er wel waarbij je uh, toch agressie moet gebruiken om, om, om heel duidelijk te maken uh, dat. dat, dat ja, Geestestoornissen komen in allerlei formaten. Ja. Maar als ze in dit soort van waan zitten, dan zijn ze doorgaans heel gevoelig en is er geen probleem om ze uh, met, uh, met zijdehandschoentjes buiten te maken. Naar buiten, maar er ja. zijn die agressief zijn. Wel bereid. Ik ben ooit bereid geweest om te zeggen: kijk, jong. Nu heb je nog wel geteld 30 seconden om hier aan de lift te gaan en ik zat op derde verdieping. ging dat raam, die het raam open ik zei, als jij niet binnen 30 seconden hier in de lift naar beneden zeg dan ga het langs hier buiten. En die is gaan lopen. Ja. Maar je moet op een gegeven moment, want, want ja. het, is, het is niet, je moet niet denken, we zijn, uh, zijn een, een, een uiteindelijk, uh, een, een publieke deur. Wij, wij kunnen zo maar niet zeggen, jij mag niet binnen, of in praktijk gaat dat niet. En, uh, dit is geen vrouwenstiel, om die reden alleen al. Ik heb vrouwelijke collega's gehad die serieus uh, in zeer gevaarlijke situaties zijn terechtgekomen. Die door patiënten opgewacht werden, achtervolgd werden, snagen ze in afgelegen wegeltjes in de, in, in, in de gracht gereden en zo. Ja, want die patiënten zien u waarschijnlijk soms als een allerlaatste hoop om nog iets gedaan te krijgen. Want we ontmoeten wie, ja, wie, wie waar het over helpen? gaat, zijn zwaar gestoorde mensen. Ja. En, en als, je die in een, als je in die in een focus komt... Ja, dus, het is, dus zo was het bijvoorbeeld in Engeland. Ik herinner me zeer goed. Uh, als, als we zo mensen hadden waarvan we wisten dat die gek was, schizofreen. Ja. Uh, we hebben een aantal alarmlichten. Er, ervaren chirurgen weten ongeveer wanneer, ze, wanneer de lampen gaan branden. Uh, maar uh, dan was altijd het advies van de, van de oudere collega's: niet opereren. Maar toen. Uh, bij collega's dat ging dan over een tatoeage op een hand die iemand wil weggenomen. Die was knettergek. Enfin, dat ging niet goed. De jongere collega stuurt die naar de oudere collega. En de oudere collega zegt ook: Nee, we kunnen u niet helpen. Meneer, vertrekt u maar. Sorry, maar dit gaat gewoon niet. We kunnen u niet helpen. Wel, Sander Duits. Zijn die uh, twee collega's allebei langs elkaar vermoord gevonden, met de keel overgesneden. Uh, die heeft ze dus allebei ja. door die gek. Ja. Ja. Dus ik wil maar zeggen, sindsdien ging er zo'n schokgolf door: van ja, met zomaar te zeggen, ik opereer hier niet, we zijn er niet vanaf. Je zit op het moment dat door de deur komen, zet je verloren en zit je in een focus. En daar zet je zomaar niet uit. Want iemand die u ziet, als, als de focus en de mogelijkheid om, om zijn, zijn gestoorde idee van zijn lichaam. Te bij te spijkeren, dat zijn geen katjes om ze onder handschoenen aan te pakken. Ja. Het is inderdaad uh, een, 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 een gevaarlijke stil ook, hè, zo blijkt. Maar goed, uw televisieoptredens uh, worden ook dan niet, niet altijd gesmaakt. Hè, ZEF, en u weet dat waarschijnlijk ook. Er zijn mensen waarschijnlijk die zeer uh, toegankelijk zijn voor wat u zegt en voor uw persoon. Maar anderzijds, zo hebben we bijvoorbeeld, en ik wil het even met u toetsen, hebt u op een bepaald ogenblik uh, voor VTM uh, vanuit uw bad een interview gegeven. Het was VT4. Of was het VT4, kijk, uh, in 96 volgens ja. mijn kaartje. Ja. En niet iedereen was daar zo dol op. En dat nee. heeft dan ook wel Gevolgen, ja. onbegrijpelijk. Hoe, hoe beginnen dat soort verhalen? En waarom, waarom, waarom zou men niet tevreden zijn met u, die op welke manier dan ook op televisie komt? Ah, ja, meneer, dit moet je anders zien. Hè. Dat was toen in een tijd dat, 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 dat de Orde van Geneesheren uh, ja, zichzelf wat belangrijker achtte dan dat ze eigenlijk waren. En ze, ze waren nog altijd vlotjes weggekomen met wat terreur en zo, maar ondertussen lapten ze toch wel serieuze wetten, vierkant aan hun laars. En het was duidelijk: als ik een privékliniek ging beginnen, en ik ging, ik ging esthetische steeds chirurgie beginnen, dan ging ik een rood licht krijgen van de Orde van Geneesheren, want dat, 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 dat was allemaal. Ik, ik kwam aan de website, dat hadden ze nog nooit gezien. Uh, plots gingen patiënten allerlei moeilijke vragen stellen aan, aan, aan oude chirurgen, die vervolgens binnen twee jaar hun deuren moesten sluiten en ergens anders een pensioen vandaan moesten gaan halen. Dat was, dat was niet eenvoudig voor de establishment om, om, om te verwerken, maar daar kon ik eigenlijk ook niks aan doen. Dat was de vooruitgang van de wereld. En uh, dan, dan heb ik toch maar besloten omdat een aanval hier de beste verdediging zou zijn, want ik moest weten hoe die orde in elkaar zat. En dat, dat heeft natuurlijk. Ik ben daar in een in een. Warhol terechtgekomen. Een, wat, boor, wat kan een World? letterlijk warhol? <laughs> wat, wat kan een orde van geneesheden in België? Hoe groot kan dat zijn? Wie? Ja, hoe groot dat is dus het allergrootste wat er is? Hè. Dat, 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 ah, het klinkt dat, wel als een sectarische groep uh, Nee, dat, 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 dat gaat, neemt dan maar van mij aan tot de hoogste macht in het land en rechtstreeks, hè, rechtstreeks. Uh, waarom? Omdat de gezondheidssector natuurlijk zo belangrijk is voor de omzet. Je moet weten, er wordt iets van een 30 miljard euro omgezet in publieke gezondheidszorg elk jaar. Hoeveel denk je niet dat daarvan via allerlei schimmige kanalen verdwijnt in zaken waar het helemaal niet thuis hoort? Ja. Kijk, dat kun je niet zomaar intelligente dokters hebben die daar eens even vrijuit gaan over praten. Kijk, dat gaat niet werken, want dan gaat je systeem moeten oproepen. En als er dan iemand komt die iets te veel lawaai maakt? En dus, dus... Uh, nee, nee, om u maar te zeggen dat dat naar het hoogste niveau van de macht gaat. En, en uh, dat dat allemaal in een pot maakt. Dus ik heb dat volledig uitgeplozen. Uh, en uh, ik heb dat helemaal toegelicht. Uh, en, en men weet dat ik het weet. En ik denk dat heel veel mensen van de orde zelf het niet beseften tot ik mijn boek schreef. Ja. Uh, en ik moet zeggen, nu heb ik met de orde op zich geen enkel probleem, omdat zolang het over de deontologie van het behandelen van patiënten gaat, zijn wij het volmondig eens. Ja. Waar wij het niet over eens zijn, is over de manier waarop je met de mondigheid van een arts omgaat. Maar ondertussen is er natuurlijk nieuwe, een nieuwe generatie artsen. Ja. Die wel zien dat wat er allemaal in de gezondheidssystemen uh, misloopt van beperkte duur zal zijn, omdat het geld op is. Uh, omdat dat, dat uh, ja, slecht en fout besteed wordt hè, en deels gestolen. Dat weten de meeste artsen. Ze gaan dat natuurlijk niet vertellen. Ze zitten zelf in die versteende systemen vast en doen er eigenlijk onrechtstreeks dikwijls ook vrolijk aan mee. Maar ze begrijpen wel dat dit einde verhaal is ja. en, en dat er iets anders moet gaan komen. Dus, uh, ze, meer en meer gaat je natuurlijk zien dat, dat ze gaan zeggen van ja maar jongens nee, wat we nodig hebben uiteindelijk, uh, doe ze maar, doe ze maar, maar, dit is iets uit een steentijdperk, we moeten nu vooruit en we moeten nu toch eens even alles logischerwijs uh, gaan langs elkaar zetten om, om voor, voor, voor onze samenleving en ons mandaat het, het beste eruit te halen. Dus je voelt wel dat er, Allee, ik, ik heb helemaal geen probleem bij de collega's, ik denk niet dat collega's mij een slechte collega vinden, dat denk ik echt niet. Je spreekt over het stenen tijdperk. Ik ben wel eens geïnteresseerd eh, Zf, in de geschiedenis van de esthetische ja. chirurgie. Tot hoever kunnen we naar onze uh, geschiedenis teruggaan? Wanneer komt bijvoorbeeld de eerste uh, borstvergroting voor in de uh, geschiedenis? Ja, maar ja, er is veel esthetische chirurgie voor borstvergroting gedaan. Zoals? Vertel eens. Uh, dat gaat al 2.000, 3.000 jaar terug. Als je naar India gaat, uh, de Indiërs hebben iets met neuzen. En uh, vrouwen, met name uh, die betrapt werden op overspel, die moesten dat wel eens bekopen met uh, het afzwaarden van hun neus. Uh, en, uh, of je had ook jaloerse feeksen onder elkaar die elkaar de neus afbeten, en, en homo's ook dat heb ik ook vaak gezien beetwonden en toen was er sprake en, van de eerste nose job en dus, dan. En ja. dus, dus de eerste nose job komt uit India omdat dat daar relatief veel voorkwam. en dan namen ze een stuk vooruit boven de uh, voorhoofd huid Sorry. Ja, ja, ja. het is heel complex worden. Uh, voorhoofd huid boven de wenkbrauwen en ze draaiden dat hier om op dat, want als je neus afbijt heb je zo twee ja. gaten. Ook, ik ja, ja, en kijk het, het kraakbeen bekeerde. of hoe heet dat? Om, ja, ja, maar goed dat was zo erg niet, maar als, als er maar een, een gordijn voor, ja. voor dat gat, dat je ja. niet helemaal in je keel binnenkeek, dat was al veel waard, want dat is toch een beetje afgereisd. En toen, toen? En dat was de eerste, ja. eerste nosejob. Ja. En dan, en dan en de eerste dan... boob jobs, jij ja, vertelde. Ja, maar ik al passeren die jobs Ja, dat interesseert ja, me nogal. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dus boob jobs, ja Het uh, groter maken dan, de implantaten daarvoor hebben moeten wachten eigenlijk tot er iets was, uh, wat we aan vreemd materiaal in het lichaam konden brengen zonder dat dat werd afgestoten. Ja. Um, wat wat deed men dan als men uh, grotere borsten of, 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 of meer volume? Uh, wat deed men daar dan? Ja, dat is eerst eventjes begonnen. Men is dan met uh, toen. Ik weet niet of jij. Je kunt je dat wel voorstellen dat dokters uh, na de oorlog nog glazen spuiten hadden? met van die opschroefnaalden. Ja, zo van die grote. En, ja. en toen onder impuls, omdat, omdat Duitsland natuurlijk uh, was geboycot voor de grondstoffen, is, is de hele kunststofindustrie uit Duitsland opgekomen. En die zijn dus beginnen met wegwerpspuiten te maken in plastic en siliconen allerhande en kathetertjes om in te brengen toen is ook de narcose uh, opgekomen en zo intensive care is pas van 61 hè. Um, ik, ik heb gewerkt in de unit waar de eerste uh, ventilatie dus de eerste uh, ademhalingsmachine stond was gemaakt van de ruitenwissermotor van de Mercedes Benz in 1961 het jaar om de te beademd worden ja ja, ja 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 dus ik wil maar zeggen zo kort is die geschiedenis eigenlijk en dus toen men die medische siliconen ook eens gaan gebruiken ging men spuiten rechtstreeks in de borst spuiten. Ging men dat inderdaad, heeft men dat een paar keren, omdat men wist, ah, dit is, vanuit, de, vanuit de dierstudies wist men, dit is een relatief inert materiaal, dat wordt geaccepteerd in het lichaam. In de borst was dat natuurlijk wat anders, als je dat gewoon die kiet ging inspuiten, ja, dat ging dan toch weer eh, rond, rondreizen. Maar heel snel natuurlijk hadden ze er iets opgevonden, gevonden, ging een zakje rond. En dat waren eerst implantaten, en, en laten we zeggen dat dat is gebeurd, ergens is in de jaren, ja, eigenlijk 70 denk ik. 70 is nog relatief recent. Wel, dat, wel ik had gehoopt wel. op een verhaal van de farao's, waar nee. er een of andere speciale ingrip nee. Toen, toen nog niet. Dus Niets. het is een relatief uh, recent, is zeer recent fenomeen eigenlijk. Hè. Uh, zeer recent. Je hebt dus een esthetische uh, uh, chirurgische hofkliniek, hè, zo heet ja, het, ja. in Maazijk. Ja. Uh, meer Vlaamse klanten of uh, patiënten, moet ik zeggen, of Nederlandse? Ja, meer Nederlandse. Meer Nederlands? Toch, ja. Ja, ja. Weet je, Nederlanders zijn zeer. zeer uh, er is onder zakenlui in de wereld zo uh, een, een, een tip van als je. Een product wil uittesten in, in, in een markt, dan doe het in Nederland. Als je het daar verkocht krijgt, dan gaat het een succes ja. worden wereldwijd. Bedoel je dat ze meer. Nederlanders, Nederlanders zijn zeer kritisch. Uitzonderlijk ja. kritisch op uh, de waar voor hun geld. Ja. Dat is ja, nieuwsgierig, ja, dat, ja, dat is uitzonderlijk uit ja. kritisch. Ja. Ja. En uh, ja, ik geef de beste waar voor geld. Aha. Dus ja, allemaal zei ik. Het ligt trouwens. Drie minuten van de afrit van de, van de snelweg Eindhoven-Maastricht. Dat is het, dat is het. En je hebt dus ook een, een website en dat is hofkliniek.be. Ja. En daarop ja, die staat, die is zeer volledig. We zien video's van jou, je legt zaken uit, je, je, je omschrijft de ingrepen. Wie met vragen zit, kan er gaan bekijken. En wie wil weten hoeveel het kost, die kan het ook zien. Mm -hmm. Want je omschrijft dat de prijzen van plastische chirurgie, en ik, ik citeer je website, liggen niet hoger dan een gemiddelde gezinsvakantie naar de zon. Ja, dat, dat staat er te liggen. Dus je, 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 ge je, je geeft het wel ja, een dat, dat, perspectief dat, dat, voor, inderdaad. voor wat ga ik doen. Ga ik op vakantie of ja, ga ik maar een Nee, maar dat, dat zeg ik ook altijd. Kijk, er is heel veel jaloezie-commerce tussen collega's. Ja, ik vind dat zo dom. Ik probeer collega's ook altijd uit te leggen. Met de reissector bedoel je? Met de reissector. Nee, ja, ja, wij zijn geen concurrenten van elkaar. <laughs> wij zijn concurrenten van de dure middenklasse auto's, van de, de bontjassen, de juwelen, de, de, de reisindustrie eh, en, en, en de dure binnenhuisinrichting. Daar zijn wij concurrenten ja. van. En daarmee vergelijkt u het dus. Nou ja. Want ik las dan bijvoorbeeld een aantal prijzen en ik, ik was verrast, want ik had geen idee van wat dat zou kosten. Bijvoorbeeld, een borstvergroting uh, bestaat al vanaf 3700 euro. Uh, maar dat is dan een, een single gel polyurethaan poly ja, poly ja. dus microsurface. Ja, 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 de moesten de bedekte implantaten, dat zijn dingen die ingroeien in het lichaam. Wow, van die, toch een, die de beste kans hebben om leven te krijgen. Maar, maar, maar voor, voor, voor maar 800 euro meer heb je dan een Double Gel. Dual Gel. Ja. Dual gel. Die, zijn, die, zijn, die hebben een, 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 dat is een heel ander. Uh, die vulling is veel verfijnder. Mm. En die maakt de voelbaarheid op de rand nog minder uh, duidelijk. Ah ja, ja, ja dat is dat. Dus dat, er... is, dat is eigenlijk. Het, dat, dat gaat, dat, het, 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 het uitzicht is hetzelfde: het gaat over, over het gevoel. En patiënten die soms. Zeggen van, oh, ik voel hier dat randje van dat implantaat. Dat is er Kijk, niet En met zeker dit. die heel magere patiënten, daar zijn we dan, ze dus denken toch eens goed na, want dan zou ik toch maar die 800 euro extra besteden. Want ja, voor hetzelfde geld gaat er 40 jaar mee. Eh, dus voor 50 euro per jaar heb je dan tenminste niet die zorg van dat voel ja. Dat randje. Ja, ja, dat is goed opgestopt. Dan is er ook heel wat um, te doen rond, of oh, te doen geweest rond de reclame voor, jullie, ja, sector, voor ja. jullie activiteiten. Ik ga van jouw website naar die reclame. Het mocht niet, het mag wel, wat mag er niet, wat mag er wel. Mag u reclame uh, maken op mag u een televisiespot? Natuurlijk. Hallo, ik Tuurlijk, maak al uh, uh, 30 jaar keukens. Ja. Zoals Donald Muilen maakt u al. Ja, da, uh, kijk, uh, reclame mag zeker. Uh, kijk, uh, wat, 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 wat geneeskunde is, is uh, een dienst. En er is wetgeving over diensten en is voor alle diensten hetzelfde. Uh, en dat is dat reclame mag op voorwaarde dat ze niet vergelijkend en niet misleidend is. Dus u mag geen voor- en na-foto's publiceren? Jawel, dat mag zeker, waarom zou dat niet mogen? Alleen voor borstimplantaten mag dat niet, hebben ze zo een, een, dingetje, een klein dingetje in de wet gevonden, ja. omdat dat dan geen reclame voor de chirurgie zou zijn, maar voor een medisch hulpmiddel. En dat mag dan weer ja, niet. Ja, ja. Dat flauwekul vanuit Europa, ja. um, eigenlijk moet je daar niks van aantrekken. Maar uh, uh, het hele internet staat vol voor en na uh, foto's. Dus wat heb je over. Politiekers houden zich ja. bezig met van ja. die balorigheden die eigenlijk nergens op slaan. En wij trekken ons daar ook niks van aan. De patiënten trekken zich daar niks van aan. Dat is totaal irrelevant. Geneuzel in de marge. Het is wat duur, ja. En ik en jij worden dan met rekening opgestopt. Maar goed, hoe meer ze verbruiken, hoe sneller het geneeskundig systeem zal moeten veranderen. Want die 30 miljard hebben we natuurlijk. Ja, voilà. Hoe maak jij reclames, af? Wat doe jij? Of doe je ik makkelijk? maak geen reclame. Ja, mijn, 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 elke operatie is. is de, mijn, mijn etalage zijn mijn patiënten. Ik sta er altijd op. Ik zeg dat ook mevrouw, luister, als, als ze mij, mij met een onnozel idee afkomen. Waarvan ik zeg: hè, je ziet dat dikwijls mensen zeggen. Ja, dokter, uh, trek me dat hier eens bij. En dan zeg ik: nee, kijk, luister. Als ik dat bijtrek, dan hang, gaat dit nog meer opvallen en dat ook. Ik zeg: luister, als je het zo wilt hebben, ga ergens anders. Ik wil daar mijn naam niet aan hangen. Dus je ik, laat ook mensen gaan soms? Vier van de tien. Vier van de tien. Vier van de tien omdat ofwel zij ofwel ik niet content gaan zijn. Ja. Er moet 100% tevredenheid zijn voor de patiënt en voor mij. Dat is het uitgangspunt. Natuurlijk, het lukt niet altijd. Maar ik kan toch zeggen dat op papier 98,5% van, van de keren van de patiënt lukt. Ja. En dat zij zeer tevreden zijn met jouw ja. werk. En, dus, 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 en al die mensen komen buiten en het eerste wat ze vragen is: waar zij het geweest Iemand die zegt: ik heb chirurgie gehad. De volgende vraag is: waar zij het geweest Ja, dat is juist. Dus wie heeft, het gedaan? wie heeft het Want, gedaan? We moeten ze hè? op het internet gaan kijken want vroeger was er alleen mond op mond reclame, maar tik eens op het internet in. Ga eens gewoon op die blogs die verschillende klinieken en chirurgen bespreken, ja, ja. dan weet je direct hoe reclame werkt. Dat is juist, dat is juist ja. Dat hebben we nu niet, uh, niet opgezocht, maar je kan me inderdaad goed inbeelden dat neem u een bepaalde patiënt iets niet goed gaat, welke reden dan ook, dan is dat blaast op in uw gezicht. Ja, dat is en dat moet best veel zijn dan voor moet u. Ten alle tijden ja. moet men dat proberen te vermijden en zeker bij patiënten die risico's nemen. Die berekent als een risico berekend is. Wil niet, een berekend risico wil zeker niet zeggen geen risico. Dan moet je zeggen, nu, kijk mevrouw, ik ga die beuk voor u doen, maar zijt verwittig. Je bent hebt 20% kans dat er een stuk van die huid van onderaf sterft. Is dat of niks? Is zijn maar geen gegrommel. Hè. Het zijn vier maanden met verbanden lopen. Niet gaan zwemmen, niks. Ik zeg, en geen gelullen. En hier he, tekenen en nog eens en nog eens. En, uh, en dan gaat dat. Maar je moet niet doen van, oh ja, dat is een fleutje van een cent, dit en dat, en dan up, en dan daarna moeten gaan praten met patiënten Ja, dat is slecht, wat er ja, is. Ja. Daaraan naar uh, schatting, zijn er 800.000 uh, Belgen die al uh, cosmetische uh, chirurgie ondergaan hebben. Uh, het, de grootste groep laat overtollig uh, vet wegzuigen. Um, de borstvergoting staat op nummer 2 en dan de ooglidcorrectie staat op nummer 3. Is dat ook iets dat uh, bij jou zo aan bod komt? Wat is jouw absolute ja, nummer 1? Het grootste deel van mijn werk bestaat uit gelaten. Ik doe nog wel borsten, ik doe af en toe ook een liposuctie. Maar op een of andere manier. Is dat ja. jouw specialisatie geworden? Ja, ik denk meer bij gebrek, aan beter, bij gebrek aan ernstig alternatief. Ik denk echt dat het triest gesteld is op dat gebied. Hoe gaat een En u hebt die vraag waarschijnlijk al duizend keer gekregen. Hoe gaat u om met schoonheid? Want dat is hé, een, een zeer subjectief gegeven. Ja, dat is zegt... niet zo subjectief als je denkt, hoor. Ah, zo? Nee, nee, dat is wel degelijk. Dus dat is eigenlijk wiskunde. Uh, het, symmetrie dan het gezicht? Symmetrie is er één van. Maar uh, jeugdigheid, dus alle tekenen van verhoudingen, wordt als lelijk aanzien. Alle tekenen van ongezondheid. Puisten, uh, meeeters, acne, uh, doffe huid, droge huid, vette huid. zijn allemaal gezondheidssymptomen, die worden als lelijk ervaren. Uh, en dan uh, de, de vormafwijkingen van het gemiddelde, raar genoeg. Als je, als je honderd gezichten neemt en je morft die na één gelaten, dan heb je het perfecte adonis gelaten. Dus de mens is, is geprogrammeerd om zijn eigen gemiddelde, zijn raciaal gemiddelde als de gouden standaard te zien. En dus ik hoef van patiënten vrijwel nooit te vragen wat ze eigenlijk willen. Ze willen allemaal hetzelfde. De ene is er zich meer bewust van dan de andere. Maar de manier om het te bereiken, natuurlijk, dat is wat anders. Dat is, dat is niet bij iedereen hetzelfde. En, en hoe ver je erin gaat, ook niet natuurlijk. Uw persoonlijk leven, chef, als man, u bent hè, de 50 voorbij, 52 bent u nu, u hebt al veel van het leven gezien, we kunnen dat wel zeggen, na een halve eeuw. Hoe leef jij als uh, man op zondag? Wat doet een uh, man zoals chef Hoijbergs om zich te ontspannen? Om te ontspannen. Maar ja, zondag begin ik met te werken. Hè? U werkt op zondag? Ten eerste, op zaterdag worden patiënten geopereerd die moeten zondagsmorgens nog uh, uitgezwaaid worden als ze, als ze blijven overnachten in de buurt. Uh, nu is het ook zo dat, uh, omdat ik veel in het buitenland ben, het werk hier soms dermate opstaat dat we zondags een operatiedag hebben. Dat gebeurt ook al wel eens. Uh, maar goed, als ik dan uiteindelijk thuis ben rond een uur of elf en, en het is. Iedereen is, is naar huis en gesteld. Wat ik het liefste doe is eigenlijk kopen, koken voor de uitgebreide familie. Koken, dan nodig ik allerlei familieleden uit en dan ga ik aan de slag in mijn keuken. En wat is, u, wat is het beste gerecht dat u maakt? Volgens anderen en niet volgens u? Oh, ik verras ze ik, ik, ik altijd met wat anders. Variatie. Maar ik, uh, ik heb een klein slachthuisje achter in de tuin en dan de jagers komen dan wild brengen, even of. Het is ook bijzonder ingewikkelde maaltijden en, om te maken, eigenlijk. Het is geen potse spanning. Nee, 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 nee. ik, ik ben daar uren mee bezig. Ik zeg, ben er soms dagen mee bezig. Hè. Als je als goed even moet maken, maar dan moet je drie dagen uitrekken, mens. <laughs> u gunt het volledig op, dus dat is, dat is voor ja, u dan de ontspanning. En het eten ook Ja, maar is, ik denk, ik denk dat, en dat... ook, of enkel ja, maar ook voor de familiebanden denk ik ah, dat dat ja. belangrijk is. Ik denk dat dat, 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 dat is belangrijk is, die onmiddellijke sociale ondersteuning. En familie is iets waar je mee zit. En dat is ook een goede oefening voor iedereen, want daar heb je niet gekozen. Want iedereen kan natuurlijk lol hebben in zijn klein klikje van gelijkgestemden. Maar familie per definitie is dat niet. En dat is een goede oefening in zelfdiscipline. En dan ontvangt u ze met een grote maaltijd. Grote en maaltijd. een grote maaltijd lekker eten, lekker drinken. Uh, en dan, worden, ja, dan wordt de, 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 de staat van de natie bediscussieerd. Hè. De mannen aan de ene kant, de vrouwen aan de andere. Het zal zware voeding zijn, maar ook zware discussies. Zware discussies. Wat, wat als uh, familieleden bij u over de vloer komen voor een uh, ingreep of ja. met een probleem. Hoe ervaart u dat? Doet u... Ja, die gewoon gewoonlijk andere patiënten. Ja, ja. Geen probleem. Nee. Hebt u ooit al dierbaren geopereerd? Ja, ja heel veel. En ik, heb, ik heb nu spijtig genoeg uh, mijn eigen vrouw van kanker moeten opereren, van borstkanker. Het is nog niet zo lang geleden. Uh, hoe, weken geleden. hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat wordt bij haar dan geconstateerd? Ze is dan waarschijnlijk bij een, een specialist geweest die. Dat heeft vastgesteld vastgesteld? En... Ja, nee, ze voelde dat zelf en ik, ik, ik was in de buurt en ik wist direct hoe laat het was. Nee, ze voelde een knobbeltje, met andere woorden. Ja, 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 en ze voelde dat en ze, ja, ze heeft ja, uiteraard ja, de man ja, in huis ja. en dan zegt ze van... En dan zijn we direct naar het ziekenhuis gegaan voor een foto van wat het waard was. En het belangrijkste is dan dat er een, een, een stukje weefsel wordt weggenomen. En, maar ik had het al klaar. Het was, het was op een dinsdag en ik had al alles geregeld om zaterdag de operatie te doen. Ik hoefde geen uitslag af te wachten. En hoe wordt dat dan besproken? Dan zegt ze jefke? Of, of ik weet het Nee, ze, dan heeft altijd, ze heeft ook familie uh, die borstkanker gehad hebben. En ze heeft altijd gezegd, als ik dat krijg, dan wil ik onmiddellijk alle uh, borstklierweefsel weg. Ik wil, ja. ik wil je denken. En Natuurlijk, dat, is, uh, dat klinkt simpel, maar je moet begrijpen dat, dat uh, bij de normale borstamputatie, uh, men uitgaat van, van 10% borstklierweefsel dat toch achterblijft. Dus uh, als, als beslagen cosmetisch chirurg uh, vind ik dat dat dus mag veranderen. Uh, als, je, als je een goede chirurg hebt, kun je wel degelijk alle borstklierweefsel weg ja. Het grote voordeel dan is dat je geen radiotherapie moet geven, je hoeft niet te bestralen. En het voordeel van dat er niet bestraald wordt, is dat je natuurlijk de reconstructie veel beter kunt maken. Ja. Maar het moet toch zo moeilijk zijn, daar ligt de vrouw hè, waar u van houdt, die zoveel ja. betekent voor u. En u bent daar een ingreep aan het, uh, ja. aan het doen ook niet altijd zonder gevaar. Hoe, hoe vlot het, ja, ja, ook vlot en hoeveel uh, ervaring. U nee, maar het, het gevaar kan u ook... zich daar zomaar van distancieren? Van? Ja, nee, ik heb, ik heb één keer de grote, de grote fout gemaakt om, om te gaan kijken naar, naar, naar een andere chirurg die het was mijn zus die borstkanker had uh, die mijn zus is inmiddels overleven uh, om, om er maar aan toe te voegen uh, en dan, en dan uh, kan ik u zeggen dat het veel moeilijker is. Ik denk het. Ja. Om om naar een andere te gaan kijken. Uh, terwijl, hem natuurlijk, terwijl je het zelf eigenlijk zo goed weet. kunnen doen. Ja. Uh, en dat is veel moeilijker. Dat is veel stresserender. En dat blijf je u eigenlijk ook verwijten. Dat is het heel moeilijke ervan. Je blijft u voor de kop slaan van. Tjoe, had ik het toch maar zelf gedaan. Ja. En, uh, en dat is nu eenmaal het lot. Van iemand in mijn positie, zolang ik nog uh, gezond ben van lijven, leden en brein, ja, dan, ja, sorry, maar ik krijg geen concurrentie, hè. dat zeg ik altijd. De nieuwe generatie chirurgen die heeft, is helemaal niet op de loopkrachten gegaan waardoor wij zijn moeten gegaan, nog intellectueel, nog praktisch. Dus het spijt me zeer, jongens. Maar, eh, dus dat ziet er niet goed uit voor mijn generatie? Als, als nee, ik ben nu 28. De eerste, Ik zeg u, de eerste volle 20 jaar krijg ik technisch gesproken geen concurrentie. Dus dat is, is Ik goed ben voor er niet u. blij mee, hè? Ik ben daar helemaal niet gelukkig mee. Hè? Ik denk, als je als als denkt dat chirurgie zoiets maar is wat elke goede student zomaar moet kunnen, ja jongen, vergeet het. Ten eerste, vrouwen kunnen het nooit. Jamais de ma vie. Om de eenvoudige reden dat een vrouw maar, maar 75% van de tijd gesteld is. Als jij een kwart van de tijd niet gesteld bent, moet je niet in mensen gaan zitten snijden. Als jij zegt dat mannen en vrouwen gelijk zijn en even goede chirurgen zijn, dan zit je een creationist. Dan ben je helemaal geen wetenschapper. Dan ben je een linkse creationist. En daar doen wij in de wetenschap niet aan. Dus noem een kat een kat. En begrijp dat als een bevolking goede chirurgen wilt hebben, dat die jongens de loopkrachten zullen moeten gaan. Dat die met militaire discipline zullen moeten getraind worden in een vak wat geen enkele uitschuiver toelaat. Zoals u dat hebt gedaan, Zoals ik dat heb aantal, gedaan een aantal jaren geleden. Um, als ik dan vraag uw specifieke toekomst, als u, wanneer gaat u op rust? Denkt u daar nu al aan? Ja, ik, ik, ik had altijd gehoopt om op mijn 50ste op rust te gaan. Ja, dat heeft niet mogen zin. Ik heb op mijn 50 ste opnieuw moeten beginnen. Ja. Moeten beginnen, waarom? Ja, ik werd toch buiten gegooid op mijn eigen kliniek in een echt Zeer ingewikkelde verhalen allemaal. Nou, die zijn eigenlijk heel simpel. Maar goed, het is ook weer dankzij het feministische systeem van ja, die dokter, die, die, die kan wel opnieuw beginnen, maar oh die vrouw, die moet die kliniek wel hebben, want waar gaat die anders van moeten leven? Klaak, boom, dokter, buiten, en, en gedaan, hè. Boom, dus van en je bent opnieuw op gestart? Je bent opnieuw ik ben opnieuw gestart, gestart. Nu, dat was goed, ik kon mijn eigen heruitvinden, maar ik denk dat we nu... Uh, en dan alleen... een pensioen, want wanneer is een dokter op pensioen? een dokter Pensioen, gaat er... Ik krijg geen pensioen, 950 euro, sorry, maar daar krijg ik mijn everzwij niet mee klaargemaakt nee. zondag, hè. <laughs> <laughs> Ik was zeer blij dat u hier was. Volgende week hebben we hier Pat Crimson die over de vloer komt. En jullie kennen elkaar. Ja, ja zeker. We hebben ja. een tijdje elkaar geleden ontmoet. En ja. u bent hem zelf gaan bezoeken op Ibiza. Ja, ja, ja. Onze... Hoe, hoe gebeurt zoiets? Ja, maar Om... onze onze Pat Crimson verdorie, zo ver uit uw wereld. Ja. Nou, dat zeg je al. Hij, hij was toch ook van Genk. Of is nog steeds van Genk. Jullie nee, waren van Genk. streekgenoten. Ja. En uh, wij hadden elkaar getroffen op een, een Mr. Belgium verkiezing. Zaten we in de jury allebei? Ja. Ah. En. Uh, en wij, wij zijn dat is zo een paar keer achtereen gebeurd. En, en we, eigenlijk hebben we altijd goed met elkaar overweg. Gekocht. Dan hebben we toch op een gegeven moment. Heb ik toch een carnavalsliedje gebracht? Heeft hij dat toch uitgebracht? Hij heeft dat uh, gemaakt... uitgebracht. Oepsassee. Ja, nee, dat was daarvoor nog. Spiegeltje, ah, de... spiegeltje. Ah, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ze uh, dus hebben ook, ook muziek gemaakt. Ja, 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 en ja, op die ja. manier hebben jullie samen. Ja, een... voilà, voilà. En Keren. zo ben ik dan inderdaad bij hem. Uh, op Ibiza Het is een prachtig huis daar op, op de mooiste zonsondergang ter wereld. Maar het is nog steeds ja. bijzonder succesvol. En daar gaan we het dus volgende week over hebben. Ik bedank hartelijk uh, dokter Hoeibergs, of chef, ja. mag ik zeggen, met twee F's. Ik geef ja. u een hand. Dank je Bastiaan. Hey, dat is een, uh, een tas met water. We kunnen het drinken en mijn zon. kunnen het gebruiken. <laughs> Bedankt voor het kijk en graag tot uh, volgende week.